Ik ben Rachel en ik sta op de lijst voor de ChristenUnie voor de stad Utrecht. Ik ben van huis uit pedagoog en leraar. En ik heb gezien hoe ongelooflijk belangrijk is dat mensen de taal goed eigen maken. Dit is bijvoorbeeld heel belangrijk om te kunnen bijdragen in de stad, hè, meedoen. Maar bijvoorbeeld ook om werk te kunnen vinden dat passend is. Denk bijvoorbeeld aan die vluchtelingen die het moeilijk vinden om aan een baan te komen. Als ze de taal nou goed spreken en schrijven, dan wordt dat ook veel makkelijker om een baan te kunnen vinden. En mocht dat nou niet lukken, dan is het in ieder geval belangrijk, wij als ChristenUnie vinden dat belangrijk, dat ze meedraaien met bijvoorbeeld maatschappelijke initiatieven, zoals vrijwilligerswerk. Denk bijvoorbeeld aan naaiatelier in Kanaleiland of koken voor de dak- en thuislozen aan de wijkplaats in Lombok. Of misschien wel meedraaien met langs de ontbijt aan de Rijnkennemerlaan in Leidsrijn. Het zijn allemaal initiatieven die kunnen helpen voor deze groep om eigenlijk ook een bijdrage te leveren. Ik ben Rachel en stem ChristenUnie.